Marie Minnaert, vandaag hier Club Brugge tegen Woluwe. Vorige week was het ook al een match 1-1. De eerste helft, Woluwe begon sterker dan jullie, maar jullie kwamen goed terug, hè, met die penalty dan. Ja, het is dat. Ik denk dat ze wel sterk begonnen, maar ik denk dat wij gewoon de ruimtes niet vonden. Ik denk dat ze een heel sterk blok opstelden en wisten dat ze dat ook deden. Maar we vonden het antwoord daar niet op. En dan hebben we een beetje aangepast en zo hebben we beter de ruimtes gevonden. Ja, tweede helft, jullie komen heel goed uit de kleedkamer. Druk en dan 2-0 en 3-0. Wedstrijd was dan gespeeld, denk ik. Ja, ik denk het wel. Ik denk als je snel die 2-0 kunt maken en dan die 3-0, weet je dat eigenlijk... Ja, dat de wedstrijd uitgemaakt is en dat moet je eigenlijk zo snel mogelijk kunnen doen tegen zo'n ploeg. Dit was belangrijk om te winnen vandaag tegen Woluwe? Ja, ik denk dat elke wedstrijd belangrijk was, maar het was wel vandaag belangrijk, ja. Ja. En volgende week, jullie spelen dan op Zulte Waregem, denk ik. Moeilijke match, want het was hier 0-0. Ja, absoluut. Ik denk dat we de vorige match tegen Zulte hier thuis eigenlijk hadden moeten winnen, maar dat we in ons eigen te weten door onze kansen te missen. Dus het zal volgende week zeker moeilijk worden op Zulte. Ja, en kijk je ook al uit naar dat driehoekstoernooi met de Red Flames tegen onder andere Nederland en Duitsland? Ja, tuurlijk. Ik denk dat dat een hele goede voorbereiding zal zijn. Oké, ik dank je. Proficiat en succes voor de toekomst. Dank je wel.